Het allerbelangrijkste is de eindmusical. De eerste genomineerde is de eindmusical. Een serie over juist een groep 8 die de musical gaat doen. Trek hem erbij. Oh, ik was echt zo zenuwachtig, maar ik ben echt heel blij dat we ertussen zitten, echt waar. Bizar, ik had het echt niet verwacht. Ja, het is gewoon super gaaf. Het tweede programma dat genomineerd is, is de Viral Fabriek. Oh my god, dat wist ik niet. Oh wauw, wat cool. In het programma helpen YouTubers kinderen met het maken van een video. Ja, samen? Alles? Ja, alles doen wij. Ik denk dat dat gewoon heel tof is, dat je die combinatie hebt van televisie en YouTube. En dan nummer 3, Bommetje, gepresenteerd door Ron Bossard. Oh, allebei tegelijk, hello! Ik vind het toch fantastisch dat mensen het allemaal weer gedaan hebben, weet je wel. En ik ben echt ongelooflijk vereerd. Voor Eindmusical en de Viral Fabriek is het de eerste keer dat ze genomineerd zijn. Bommetje maakte vorig jaar ook al kans. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een groot gala. Nou ja, ik moet dan nu een jurk gaan bestellen. Nou, ik denk iets met glitters. Ja, heel veel zin in eigenlijk. Naarmate het dichterbij komt, denk ik wel dat een beetje het zenuwen gaat komen. En dat ik dan wel echt ga nadenken van, oh, stel nou we winnen, wat ga ik zeggen? Maar ja, wie gaat er winnen? Iedereen heeft zo een eigen favoriet. Ik hoop natuurlijk dat Bommetje gaat winnen. Ja, nou, het is natuurlijk wel echt een hele goede concurrentie. Ja, in mijn ogen is Bommetje natuurlijk altijd het beste. Ook hele leuke programma's, maar ja, wij gaan natuurlijk winnen. Natuurlijk.